Ja, ik denk het wel. Ik voelde me eigenlijk vanmorgen beter dan gisterochtend, dus hopelijk gaat het ook goed vandaag. Je hebt een nieuwe toertje gedaan vanmorgen. Is dat belangrijk voor jou om toch eens al kort los te rijden? Ja, ik doe dat altijd. Zeker als twee koersen op reis zijn, dan is dat wel goed om 's ochtends binnen even los te gooien. Is er in Antwerpen een speciale cross voor jou? Heel veel volk? Ja, een cross die ondertussen toch al lang op mijn kalender staat. Ik al heel vaak heb gereden en altijd heel veel volk. Dus het zal vandaag niet anders zijn. Ja, als je Mathieu gisteren zag rijden, denk je dan van vandaag ga ik hem wel kunnen volgen, ga ik hem wel kunnen kloppen? Of wordt dat moeilijk? Ja, ik denk dat dat moeilijk wordt. Ja. Gisteren was het wel heel sterk. Maar ik probeer het en ik heb gisteren ook geprobeerd te volgen. Daar gaan we vandaag ook al mee beginnen. Ja, nu is ook Pitcock erbij. Wat verwacht je van hem? Ik heb nog niet echt tegen hem gereden. Ik denk dat dit niet het perfecte parcours is voor Tom. Maar hij leek ook wel goed in orde te zijn in Namen. Dus hij zal zeker meedoen vooral. Ja, het is het eerste duel van de grote drie. Dat leeft enorm in de media. Is het ook iets wat bij jullie leeft? Of maakt dat voor jullie niet zoveel uit? Nee, toch wel. Zeker tegen Mathieu Koers is altijd een extra motivatie. En het is altijd toch anders dan andere wedstrijden. Dus op een bepaalde manier leeft dat bij de renners ook natuurlijk. Is het een parcours dat je goed legt vandaag? Ja, als ik goed ben wel, maar gisteren ligt mij normaal ook goed. In het zand kan ik in principe wel goed, maar dat waren benen nog niet goed genoeg. En dan beginnen foutjes te maken en eigenlijk is vandaag een soort gelijk scenario mogelijk. Super, heel veel succes vandaag. Dank je wel.